We staan inderdaad aan het begin van een nieuw schooljaar en dan gaan leerlingen met veel goesting in het algemeen naar de school en ze verwachten allerlei dingen. Ze verwachten dat ze wiskunde gaan studeren, ze verwachten talen te ontwikkelen. Ze verwachten niet meteen dat ze ook het vak godsdienst gaan krijgen, dat is mijn vermoeden. Maar tegelijk zie ik op het einde van de rit dat ze heel vaak zeer blij zijn met datgene wat ze in het vak godsdienst hebben geleerd en hebben ontdekt, want vaak is het voor hen een nieuwe wereld die ook open gaat. Ik vind het heel belangrijk dat een godsdienstleerkracht jongeren graag ziet en ook gelooft dat hun ontwikkeling als persoon heel belangrijk is. En een godsdienstleerkracht kan jongeren helpen in onze cultuur, die jongeren langs alle kanten beïnvloedt, vanzelfsprekend, maar kan hen ook helpen om thuis te komen in de grote traditie van mens zijn, van mens worden, en dus ook in die grote christelijke traditie waar we zoveel van te ontvangen hebben en waar ook jonge mensen open voor komen als het op een verstandige manier en op een fijne manier, op een hartelijke manier gebracht is. Ik zou godsdienstleerkrachten willen aanmoedigen om hun job met veel overtuiging en met veel gezag ook te doen. Ik ben in het voorbije jaar in heel wat scholen op bezoek geweest en heb gezien dat heel wat leerkrachten godsdienst daar vanwege de directie zeer gewaardeerd worden en ook op het einde van de rit door de leerlingen zeer sterk gewaardeerd wordt. Ik wens aan de toekomstige godsdienstleerkrachten, maar vooral aan de huidige godsdienstleerkrachten, veel ijver in hun werk en veel overtuiging dat zij een mooie taak hebben in het godsdienstonderwijs.